Dit is de Haagse ballonnenboer en Stekeltje. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken bij de Haagse ballonnenboer, bij de workshops. En ja, zoals je het ziet, hè, ik ben muzikaal aangelegd. Dat wil je niet weten. Ja, er komt alleen niks uit. Kijk, hoe hard je ook blaast, er komt gewoon niks uit. Of nog eentje proberen. Nou, misschien als ik beter oefen, dat het wat beter gaat. Maar, over oefenen gesproken. We gaan een trompet maken. Het leek mij wel eens leuk om... het is natuurlijk ook een beetje Sinterklaas tijd. En met Sinterklaas lopen natuurlijk heel veel bands rond. Rond natuurlijk, hè, de Zwarte Pieten band. En de gewone bands die allemaal meelopen met de intochten van Sinterklaas. Ja, en daar zitten heel veel trompetten bij. Nou, het leek mij wel leuk om eens een keer te gaan maken. Ik heb hem van 160 gemaakt. Je kan natuurlijk ook met 62 aan de slag. Maar ik vind 160 vind ik voor dit soort dingen vind ik dan net even iets mooier. Een 5 inchje erbij. En verschillende technieken. Dus durf je het aan? Ik zou zeggen, doe met me mee. Ik leg deze even aan de kant. En dan gaan we gewoon even beginnen met een 5 inch ballonnetje. Gewoon even opblazen. Je blaast hem zo ver mogelijk op. Alleen dit wil je niet, want kijk nu, kan ik er niks mee. En dan laat je hem heel eind leeglopen, dus dat je eigenlijk heel veel ruimte hebt. Want wat we gaan doen is zometeen dit zo naar binnen drukken. En dan gaan we zorgen dat we die vorm van die trompet krijgen. Als je hem afknoopt, knoop het dan helemaal aan het eind. Kijk, dus niet hier, maar helemaal aan het eind. Hij zit hier, zie je? Want dan houden we namelijk ruimte over. Dat is heel belangrijk. Nou, dan hebben we nog 160 geel. En ja, nogmaals, ik heb hem van goud gemaakt, maar niet iedereen heeft natuurlijk goud in zijn tas zitten. Dus vandaar dat ik even gewoon een standaard kleur pak. Dus ik pak gewoon een geel. We knopen hem af. En dan maak je bij deze kant, waar de knoop zit, maak je een tulptwist. Kijk, zo. Sorry. Kijk, als je dus zo je vinger erin doet, naar binnen, dan pak je een knoopje beet en je draait. Ik heb de uitleg van de tulptwist, staat op mijn kanaal. Dus als je dat gewoon in het kanaal intikt, tulptwist, dan komt hij tevoorschijn. En dan kan je hem makkelijker eventjes bekijken om te maken. Nou, de tulptwist hebben we. En dat is natuurlijk het mondstuk, hè. Nou, de andere kant, kijk. De andere kant zetten we hier aan vast. En ook daar geldt weer knopen helemaal aan het eind. Vandaar dat ik ook nog een hoop overgehouden heb aan het eind van deze ballon. Zie je, dus knoop hem aan het eind. Nou knijp ik hem hierin, zo. Ik zet hier mijn vinger op, deze naar binnen gaat. En nou duw ik hem helemaal deze kant op. Kijk. Nou knap, pak ik hier de knoop, zie je, dus ik heb hier de knoop. Ik draai hem rond. En het is een aantal keren oefenen, hè? Want het is niet zomaar dat je dat eventjes doet. Ik pak even een scrapballonnetje. Ik draai hem hier omheen. Zo. Dus om die knoop. Ik laat het je zo even zien. Dan hou ik het vast met mijn handen. En dan knoop ik hem vast. Kijk. Zie je? Dit is er gebeurd. Dus ik knoop hem eigenlijk op deze manier vast. Zodat hij blijft zitten. Zie je? Dus nou zit hij hier omheen. Kijk een beetje, want het is altijd lastig met het licht allemaal. Zo, oh ja, zo. Zie je? Dus, nou heb je ook. En normaal gesproken doe ik dit met geel. Dus doe het altijd in dezelfde kleur. Alleen ik doe het expres met een andere kleur, want dan kan je ook goed zien hoe het zit. Nou, dit hebben we, zie je? Dus we hebben hier hebben we de tulptwist en hier hebben we de voorkant. Nou wil ik hem natuurlijk rond gaan vouwen, maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst even zorgen dat ik de andere ballon erbij haal. Zo. Nou, die blazen we niet helemaal op. Kijk, ik hou nog een hoop over. Zie je? En waarom is dat? Omdat ik natuurlijk al die pinstwistjes ook ga maken. Het eerste wat ik doe is een pinstwist maken. Zo. Nou, je ziet wat nu de vorm is. Zie je?
Hier zitten twee pinstwistjes, hier zitten twee pinstwistjes. En wat ik nou ga doen, ik leg er hier nog een. Oh, pak ik daar nog de verkeerde. Oh. Dat zal mijn broer leuk vinden. Nee, kijk, wat we hier doen is dit. Zo. Je moet natuurlijk wel een goede bloem pakken, anders gaat het niet goed natuurlijk. Deze draai je rond. Kijk, dat je dit kijkt. Zie je? Dit willen we namelijk zo meteen bij elkaar hebben. Zo. Dan leg ik deze hierin. Zie je? Dus ongeveer de maat van de twee ballonnen bij elkaar. Zie je? Zo. Even kijken hoor. Ja, dan ben je het even zo laten zien. En deze leg ik er overheen. Potverdikkie, dat beeld zit mij vast. Ik zet hem even aan de bovenkant vast. Dat mag ik even laten zien aan jullie. Kijk, zie je? Dan heb ik dus pinstwist. Hij loopt over naar de andere kant, pinstwist. En ik ga weer terug. Dus ik heb twee kanten. Wat ik nou doe... Kijk, ik maak hier een bolletje. Ik maak hier weer een pinstwist. Zo. Ik ga weer naar de andere kant. Dus eigenlijk, zie je, naar deze pinstwist. Ik maak eigenlijk hetzelfde. Dus wat ik hier heb, maak ik hier ook. Zo. En dan maak ik ook weer een pinstwist. Zie je, zoals dit. En hier maak ik een klein bolletje weer. Kijk. En dat kleine bolletje, dat zet ik aan deze pinstwist vast. En wat krijg je dan? Kijk, dan krijg je deze twee, zie je? Dus twee pinstwistjes. En die andere kant heb ik er nog één. Maar omdat ik daar ook eens wil hebben, maak ik weer een klein bolletje. Ga ik terug naar deze pinstwist. En dan ga ik zo naar de andere kant, naar deze pinstwist terug. Dus ik doe hem eroverheen. En ik zet hem vast. Kijk, dan heb ik dus allebei de kanten, zie je? Heb ik hetzelfde. Dus wat deed ik? Pinstwist hier overheen. Pinstwist terug naar dezelfde. Bolletje, pinstwist hier overheen. Pinstwist. Een bolletje weer terug. En dan gaan we deze kant op. Nou, nu ga ik hem even een beetje in de vorm zetten, want ik wil dit omhoog houden. Zo. Zie je dat dit zo staat? En nou ga ik deze naar beneden drukken. En deze leg ik er dan op. Heen. Kijk. Zoals dit, zie je? Dan krijg ik die vorm van het complex. Dus deze leg ik omheen en die zet ik vast. Dus eromheen en vastzetten aan deze pinstwist. Dit naar beneden. En vasten. Kijk, zie je? Dus hij zit zo vast. Dus ik heb hem dus van boven heb ik hem eromheen gedaan en vastgezet. Nu wil ik natuurlijk naar die andere pinstwist. Dus ik maak ook hier weer een bolletje. Dan zet ik hem vast op die andere pinstwist. Laat ik je wel even zien. Kijk, zie je? Dus ik heb hem, vanuit hier heb ik een bolletje gemaakt. Die zet ik aan deze pinstwist en dan ga ik er weer omheen. Kijk. Dus, hier omheen. Zorg ik even dat ik het aanknopingspunt heb. En dan gaat hij naar deze pinstwist. Zo. Het resterende halen we eraf. Dan zet ik even alles netjes op de plaats. Zo. Kijk, en dan heb je de trompet. Zie je? Nou, hoe gezellig is dat? Een trompet voor de feestdagen. Nou, ik heb ook wel eens dat ze met twee trompetten tegelijk blazen. Ha, ik kan helemaal geen trompet blazen. Maar ja, je ziet, je kan ze in elke kleur maken. Ik hoop dat je het leuk vindt
dat jullie ook zoiets hebben van, nou, met deze dagen, het misschien ook handig voor de kerst. Dus ja, dat is altijd zo leuk. Dan valt mijn computer valt nu uit. Nou zien jullie mij gewoon nog op het beeld. Oh, er gebeurt hier van alles. Wat ben jij nou van natte appelflap dan? Dat is best wel lastig, want dan moet ik dus weer mijn wachtwoord invullen voordat ik mezelf weer zie. En dan heb ik weer beeld. Ja, dat is het enige nadeel als ik workshop maak. Dat af en toe er hele rare dingen gebeuren, zoals het uitvallen van mijn scherm. Maar dat maakt het wel weer leuk. De workshop. Ik hoop, ik hoop dat jullie aan de slag gaan ermee. Mocht je eruit komen, geef even een reactie op de video. Heb je ballonnen nodig? Kijk even bij de webshop van ballonnen-hondje.nl. En daar kan je alles vinden wat met vouwballonnen en ook de 5 inches, de 160ers. We hebben combi-setten. We hebben cadeausetjes, dus er is van alles te krijgen. Dus mocht je ballon nodig hebben, kijk even op de webshop van Ballonnenhondje. Voor nu een hele fijne dag. Ja, ik hoop dat jullie hiermee aan de slag gaan. Hij is niet al te moeilijk, Ik ga hierna weer een aantal makkelijkere video's plaatsen. Maar voor degenen die al wat verder zijn, is het even een leuke uitdaging. En ja, maak een drumstel erbij, maak er een harp bij en je hebt een heel orkest straks. Voor nu heel veel plezier en tot de volgende keer. Doei! Dit is de Haagse ballonnenboer en stekeltje. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo mooi.